Duitsland moet de ontwikkeling van een Duitse islam bevorderen. Zonder twijfel is het groeiende aantal moslims in ons land een uitdaging voor de meerderheid van de bevolking. Dit is het betoog van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Hij heeft het over dat de cultuur van de vluchtelingen een tegenovergestelde cultuur is dan die van de Duitsen. Hij heeft het over dat de vluchtelingen zorgen voor terrorisme, dat zij zorgen voor een negatieve houding naar vrouwen toe, seksuele vergrijpen. En hierdoor heerste een vijandigheid jegens de migranten en jegens de vluchtelingen. En hij zegt dat dit probleem niet snel zal oplossen, maar hij wil wel een open samenleving zijn. Maar tegelijkertijd moet die open samenleving zich ook weer te weerstellen tegen tegenstanders van zo'n samenleving. Hoe komt het toch dat migranten of dat vluchtelingen constant de dupe zijn of de schuld krijgen van al deze zaken? Het is apart dat degenen die het meest lijden en slachtoffer zijn van oorlogen worden gezien als de daders. Voorwaar, ze hebben alles verloren. En dan nog worden zij als verdachten gezien. Dit is het blinde vooroordeel van een bekrompen politieke agenda. En dit terwijl extreem rechts de naam heeft waar wij onze kritiek op uiten. Dat het door hun komt, dat zo'n politieke klimaat wordt uitgevoerd. Terwijl eigenlijk mainstream politici, politieke partijen, eigenlijk voor zo'n cultuur zorgen dat men islam gaat haten. Net zoals in Nederland, hoe de CDA bijvoorbeeld spreekt over een salafistenschool en VVD over politieke islam. Dit is wat we echt dienen te realiseren. En wij zien dan ook hier het seculiere liberalisme en haar systeem die daaruit voortvloeit. Een ideologie welk hebzucht promoot, materialisme, commercialisatie van alles en nog wat. En de mensen te verdelen in nazistaten die ervoor zorgen dat ze hun eigen oppervlakkige idee van nationalisme in stand proberen te houden. Met als resultaat dat de krachtige naties, de zwakkere naties, met al hun middelen willen exploiteren. Middels de elite die de massa willen onderdrukken. Dit is de keiharde realiteit. En de problemen die relevant zijn, die kunnen zij niet oplossen. Want ze worden gecorrumpeerd en er wordt in geïnvesteerd door corrupte, hebzuchtige multinationals. Met als resultaat dat de minderheid altijd als een zwarte schaap wordt gezien. En dit is helaas de keiharde realiteit. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten heropleven. Maar dat gaat niet middels democratische participatie, nog gedesillusioneerde isolatie, maar enkel door islamitische rehabilitatie. De moslims hebben een geweldige uitdaging. Zij moeten omgaan met haat en vooroordelen. En dat moeten zij, daar moeten zij mee omgaan met de nobiliteit van islam. Maar het is belangrijk dat ze dit wel doen door op hun strepen te staan en op de voorgrond te treden. Het is heel erg belangrijk. Dus een defensieve houding, isolerend gedrag, isolatie is geen optie, aangezien dit in strijd is met de profetische manier. Dus wij als moslims moeten dit heel goed gaan realiseren. Dat wij zo niet te werk kunnen gaan. En wij moeten gefocust blijven op elk voorstel welk zij proberen te doen. Welk we ook in de vorige mantelis hebben besproken. Zij zullen ons gooien met Franse islam, Engelse islam, Italiaanse islam, Europese islam. Terwijl wij enkel met een proactieve houding de huidige ideologie dienen te bekritiseren, haar systemen dienen te bekritiseren met de correctheid van islam. En dan heb ik het over islam van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarlijk, islam is niet het probleem, maar het is een noodzakelijk. Het is een noodzaak voor de mensen dat enkel islam de oplossing kan bieden voor de mensheid. En dit is wat wij ook naar voren dienen te schuiven en op de juiste manier de dawa te doen, zodat de mensheid onder rechtvaardigheid kan leven.